U moet de wet niet alleen nakomen als raadslid hier in de zaal of in uw beoordeling van voorstellen die aan u worden voorgelegd. U moet, net als alle andere inwoners van dit land, zich aan de wet houden als mens. U kunt zich geen overtreding van de wet veroorloven. Niet alleen zomaar niet, maar zeker niet vanuit de voorbeeldfunctie die u als lid van het gemeentebestuur heeft. Vergist u zich niet, personen en organisaties die het openbaar bestuur in Nederland onheus willen beïnvloeden, en die dus helemaal geen politicus of bestuurder zijn, die liggen meer en meer op de loer. Met verleiding, maar soms ook met bedreiging. De grondwet, dames en heren, beschrijft de rechten van de burger en de plichten van de overheid. Het kan nooit andersom zijn. Houdt u dat voor ogen. Burgers hebben rechten en de overheid heeft plichten. De heer Aksa. Mevrouw Bijenhof. Mevrouw Buikema-Albers. Zo waarlijk helpen mij, God Almachtig. De heer Buitenweg. Dat verklaar en beloof ik. Dank u wel. Ik sluit de vergadering en ik geef u graag allemaal de gelegenheid om elkaar hier te feliciteren. Dat kan, maar ook zo dadelijk hiernaast bij de receptie. De vergadering is gesloten. Ik was wel onder de indruk, inderdaad. Ja. Het waren mooie teksten van de burgemeester. Dat maakte indruk op mij. Ik voelde me daardoor ook vereerd. Ja, je draagt gewoon een hele verantwoordelijkheid en dat kwam wel binnen. De ChristenUnie wil een partij zijn voor alle mensen in de stad. Niet alleen maar voor christenen. We zijn wel een christelijke partij, maar we willen alle mensen in de stad meetellen. En we vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de maatschappij en vooral ook in de stad Almelo. Het is geen sinecure als je lid van de gemeenteraad bent. Het gaat ook ergens om. De gemeente beheert een begroting van zo'n 280 miljoen euro. We nemen belangrijke beslissingen die ingrijpen in het leven van alle dag in de stad. Ja, dan heb je wel een bepaalde taakopvatting bij nodig, vind ik als burgemeester. Die ja, past bij de ernstige mate van het werk dat we met elkaar hebben. De kiezer heeft bepaald dat er twee partijen hebben we afscheid van genomen. Almelo Centraal en de Minima Partij hebben de kiezerzetel niet gehaald. De PVV is nieuw in de gemeenteraad. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen daar een beetje naar kijken van joh, dat is een nieuwe partij. Ook wel met een bepaald mediaprofiel. Maar ik heb zo even in mijn toespraak ook gezegd, het maakt niet uit van welke partij je lid bent of waarvoor je hier zit. Je moet met elkaar samenwerken, want niemand heeft hier een meerderheid.